Betegelde voetpaden, nieuwe banken, meer aanplant, verlichting en kunstwerken. Dat wordt het nieuwe gezicht van de Palmentuin. Binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program PURP wordt hard gewerkt aan de verfraaiing van deze erfgoedsite, die nu niet toegankelijk is voor het publiek vanwege gevaar. Natasja Deul, coördinator van het PURP-project, zei gisteren op een persconferentie dat het project, als alles goed loopt, in oktober al af kan zijn. En dan moeten we rekening houden als straks het weer gaat veranderen. Kunnen we het materiaal allemaal op tijd krijgen? Kunnen we de bedrijven allemaal op tijd het werk laten vatten? Maar dit is aankomend. Wat dus betekent dat wij er naartoe streven om de schoonmaak voor een groot deel eind september af te hebben. Zodat de tuin gedeeltelijk en beperkt open kan. Maar dat wil niet zeggen dat wij alle werkzaamheden af zullen hebben zoals we het nu op ontwerp hebben. De verfraaiingswerkzaamheden, met name kunstobjecten, betegelde paden, verlichting, dat zal nog zeker tot oktober, begin november doorgaan. Deul heeft graag dat de tuin kort voor 25 november, wanneer Suriname haar 48e onafhankelijkheid herdenkt, wordt opgeleverd. Dat zal dan een mooi moment zijn om de tuin met een nieuwe look te heropenen. Deul zegt dat bij het nieuwe ontwerp van de tuin de inheemsen worden geraadpleegd om de historische betekenis van de tuin te waarborgen. Er komen kunstobjecten, heb ik eerder gezegd. En daarvoor gaan we met alle inheemse groepen aan tafel om te kijken wat hun wensen zijn. Want de tuin heeft een bepaalde geschiedenis en betekenis en dat willen wij natuurlijk waarderen en terugbrengen. Het kan dat na september, 30 september, de tuin voor een groot deel nog gesloten zal zijn voor het grotere publiek. Maar dat zal in afstemming zijn en we zullen het ook melden via FB of de kranten. In de komende fase van het PURP-project zal ook de waterkant verfraaid worden. De werkzaamheden zullen volgens Deul zeker 12 maanden duren.